Larry, je gaat weer twee kampioenschappen rijden. Carrera Cup Duitsland en natuurlijk de normale Porsche Supercup, zeg maar. Hoe zie jij het seizoen voor je? Natuurlijk, voordat we gaan beginnen, een grote dank natuurlijk aan alle sponsoren en partners die hier achter mij staan. Want zonder hun hebben we natuurlijk dit seizoen, nieuw seizoen, niet waar kunnen maken. Dat is natuurlijk heel gaaf, met die insteek ook om van vorig jaar, zijn we natuurlijk twee keer tweede geworden, om alles aan te doen om weer terug naar de titel te gaan, terug naar de top. Ik heb zelf een hele goede winter gehad, kon heel veel aan mezelf werken, heel veel dingen geleerd van vorig jaar, wat ik weer mee kon nemen om beter voor de boeg te kunnen komen in dit seizoen. Natuurlijk ook het team, Team GP-Elite, niet stilgestaan, hard doorgewerkt. En vandaag hebben we natuurlijk de eerste teampresentatie, de eerste rollout gehad met de auto's. En het mag van mij beginnen. En als de eerste dag geweest is, dan weet je ook, het gaat beginnen. En hoe was dat om vandaag dan weer in die dikke Porsche te zitten hier op Zandvoort? Ja, het blijft natuurlijk nooit saai. En het is natuurlijk je jongensdroom waar je zo hard voor geknokt hebt en gewerkt hebt. En natuurlijk nu weer op het circuit te zijn is de kerst op de taart, zo mooi gezegd. En de winter zeker niet stilgezeten, veel coaching gedaan. Dus af en toe wel mijn ritme kunnen houden, wat heel fijn is. En dat merk je ook wel, dat wanneer ik weer in de auto zit, dat het gevoel er nog steeds zit. En wat heb je in de winter qua race allemaal gedaan? Nou, in de winter heb ik eigenlijk veel coaching gedaan. Dus Middle East ben ik geweest. Verder natuurlijk mijn sim en veel fitness, mentale gedeelte mee hard gewerkt. Om mezelf gewoon lichamelijk op een next level te zetten. Want als het seizoen natuurlijk eenmaal begint, dan blijft hij gaan. Coaching. Ik heb een debuut gemaakt in Australië, ben ik geweest voor coaches, iets verder dan Europa. Hele mooie tijd gehad en uiteindelijk is het ook wel fijn nu zeg maar zelf weer te beginnen. Ja, je hebt het over dat mentale gedeelte. Hoe belangrijk is dat mentale gedeelte als je dat afstreept tegen de rest? Ja, kijk, de autosport is niet alleen maar rondjes rijden. Er zijn heel veel aspecten wat belangrijk is. Fitness is er een van en natuurlijk het betaalgedeel waar we het over hebben. Uiteindelijk met die kleine dingen wat jij zeg maar kunt doen met het betaalgedeelte, dat maakt ervan hoe je dan misschien naar bepaalde dingen kijkt. In een misschien niet zo'n goede situatie, maar je haalt wel weer het maximaal eruit. En dat soort dingen zorgt er gewoon voor dat je misschien net dat stapje extra kan maken dan de rest. Hoe honger blijf je? Natuurlijk, dit is mijn vierde jaar met GP-Elite. Natuurlijk 2018 mijn debuut gemaakt in de Supercup. Zijn natuurlijk nu wat aantal wat jaartjes. Maar aan mijn enthousiasme ligt het zeker niet. En aan mijn wil om weer terug naar de top te gaan, die sterker dan nooit. Ja, je bent nu ook een klein beetje de nestor van het team als ik je daarnet tussen al die jonge gasten zag staan. Ja, natuurlijk hartstikke gaaf. Ik weet nog wel mijn eerste keer in de Supercup. Ik kan nog herinneren als de dag van gisteren was het natuurlijk allemaal nieuw. En wauw, waanzinnig, weet je, met Formule 1 thuis mee. Dus ik weet precies waar hun ook in staan. En het is natuurlijk gaaf om te zien. Ja, en verder denk ik hoe we met het team, met Luc, Huub, Lucas, Ghislain natuurlijk neergezet zijn. Huub, ik heb het genoemd, is natuurlijk super. En Luc natuurlijk, die van een ander team nu bij ons gekomen is. Super om met zo'n sterk team in het seizoen in te gaan. En ik kijk er echt naar uit. En wat denk jij dat wat je hun nog kunt bijbrengen? Want dat zijn natuurlijk allemaal jongelingen. Ja, dat denk ik wel vooral de ervaring is. Ik heb natuurlijk best een wat jaar in de Porsche Cup en natuurlijk 992 en ook in de Supercup gedaan. Vooral. En daar leer je toch heel veel dingen weer wat toch wel uniek is wat je kunt helpen. Ik denk dat ik natuurlijk in Monaco nog wel iets bij kan brengen. Een stukje baan waar je echt niet testen kan en waar je het echt veel op ervaring doet. En daarbij is het ook weer mooi om te zien, delen is vermenigvuldigen. En uiteindelijk is daar ook wel hartstikke mooi om te zien. Hun brengen ook wel mooie dingen mee. Dus uiteindelijk is het de win-win situatie. Als je kijkt naar ons, GP-Elite 2021 zeer dominant, vooral het 21. Na in 22 toch bepaalde stappen gezet wat niet helemaal in de goede richting was. Ik voel wel dat we met elkaar alles eraan gedaan hebben om toch tot een succes te maken. En dan is uiteindelijk twee keer tweede uitgekomen. En we kunnen niet zeggen dat we er niks aan gedaan hebben. We hebben er echt voor geknokt. En ook weer met die dingen gezamenlijk veel van geleerd, omgezet. En nu staan we hier met een vers nieuw kers GP-Elite team. En we willen maar één ding en dat is de titel terugbrengen. Zijn er naast de Carrera Cup Duitsland en de Supercup nog andere plannen dit jaar? Ja, maar daar kan ik nog niks over zeggen.